Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar vlog nummer 7. We zijn in de auto, wat gaan we vandaag doen, Fatih? Vertel eens. Nou, de plan is, we gaan optreden van Mustafa Sandal in Rotterdam. In Club Blue? Ja. Een van de bekendste clubs uit heel Nederland bijna. Is een van de bekendste. Vertel ons nog meer, Fatih. Wat gaan we daar nog meer doen? Ja, ik denk niet dat veel Nederlanders hem kennen, Mustafa Sandal. Maar in Turkije is gewoon een grote ster. Ja, ik volg die man al hoe lang? 10 jaar, 15 jaar. Zoiets. Dat is gewoon speciaal dat je hem in het echt een keertje zit optreden. Dus gewoon weer wat anders dan op YouTube naar mensen kijkt. Ja, dat sowieso. Ja. Ik ben wel een grote fan van hem. Ik luister zijn muziek nog steeds. Het is wel een goede artiest. Ik dacht, ik had tegen Fatih gezegd, zullen we naar die concert gaan? Hij zei, is goed. Ik had gewoon die kaartjes geregeld, ja. Er staan daar vrienden voor, of niet, Fatih? Ja. Gewoon wat leuke dingen. Ja, hij is ook extra tof van hem, dat hij gewoon met kaartjes komt. Ja, tegenwoordig, je hebt niet heel veel aan je vrienden, maar van Jacob kan je wel veel verwachten. Thanks, man. En hopelijk kan ik binnenkort ook wat terug doen. Want zo werkt het ook. Als iemand iets tofs doet, ja, dan moet je ook wat terug doen, zeg maar. Ja, sowieso, ja. We waren 2 jaar terug ook gegaan, hè? Nijmegen, Monte Carlo. Toen was er een roortestje gekomen. Ja. Dat was ook wel leuk, die dag. Ja, klopt. Kijk, wij zijn ook niet mensen die gewoon elke week uitgaan. We pakken onze feestjes. Dat is gewoon, ik ga echt om een paar maanden uit. Maar dan is het ook heel vaak een groot feest met een leuk thema. Komen bekende artiesten optreden. Ja, nieuwe mensen, nieuwe gezichten. Ik zou zeggen gewoon lekker uitgaan en niet gewoon thuis zitten keer blijven. En ik ga sowieso wel leuke dingen volgen daar. Ik zou zeggen tot zo. I'm gonna make it.
Öncelikle bu muhteşem kapanış partisine hoş geldiniz. Aramızda böyle bir özlem olduğunu hissediyorum. Kaç sene oldu ya? Vallahi billahi. Ha? Süper. Şimdi arkadaşlar, bu gece repertuarda slow şarkıları çıkarmaya çalıştım çünkü hepinizi bu akşam enerjiye boğmak istiyorum. Okey misiniz? Tamam. Şimdi bütün sağ elleri görebilirim. Sağ elleri. Şöyle bir kalbinizin üstünü. Sol elini şöyle yap. Let's go.
Yes.
Thank you.
lieve kijkers, het is alweer zondag. Ik was 5 uur 's ochtends thuis gekomen. Ik heb maar 5 uurtjes geslapen. Maar het was wel een leuke dag weer gisteren. Ik zou zeggen tot de volgende concert en tot de volgende vlog. Vergeet niet te abonneren en te liken, ja? It's your boy, Jakub K.